We hebben nu een hele lange discussie over wel niet aftreden. Maar er ligt een reactie met 50 maatregelen. En ik heb ook bij de kinderopvangtoeslag gezien dat daar heel snel heel veel maatregelen genomen zijn. Maar laten we zo zeggen, ze hebben niet uitgewerkt op de manier waarop we gehoopt hadden dat ze zouden werken. De hersteloperatie loopt vast. En dat is niet vanwege de intentie van de regering, maar we hebben hem al 3 keer moeten bijstellen. En datzelfde is met de hersteloperatie Groningen gebeurd. We hebben in 2019 een versnellingsoperatie gehad die niet versneld heeft. We hebben pakket na pakket maatregelen gehad die niet gewerkt heeft. Wat is de reden dat de regering denkt dat dit samenhangende pakket samenhangend is, dat het zou kunnen werken? Dus wie is dus verantwoordelijk? Wat is de tijdlijn? En hoe weten Groningers dat ze, als ze hier over 3 jaar zitten, al die dorpen die ik genoemd heb, dat de schade daar in de ergste gevallen hersteld zal zijn? Waarom kan ik daar nu van verzekerd zijn? Dank. Het is trouwens wel een vraag die in het derde deel zit, namelijk over uitvoering, beleid en plannen. Maar misschien is wel goed als de... Een paar algemene noties. Maar ja, inderdaad, hier heeft de staatssecretaris natuurlijk een detail voorbereid. Maar in de kern komt het hierop neer. A, geen garanties. Dat we ook niet bij deze 50 maatregelen op problemen zullen stuiten die bijsturing vragen. En dan is mijn belofte dat we dat dan snel zullen constateren en snel zullen bijsturen. Zoals dat ook aan het doen zijn nu, naar mijn overtuiging, bij het dossier van de kinderopvangtoeslag onder leiding van Aukje de Vries, de verantwoordelijke staatssecretaris. Ook in overleg met de Kamer. Het tweede is dat dit plan, over bedrag zijn we het niet eens met de regio, maar verder wat betreft de opzet en een belangrijk deel van de detaillering, in goede samenspraak is gemaakt met de bestuurders en mensen in de regio. Op basis van de hele zeer vele gesprekken en de staatssecretaris Velbrief en het kabinet daar hebben gevoerd. Waarbij op een aantal essentiële dingen, de causaliteit, de positie van de individuele bewoner versus de overheid, waar het betreft ook het bredere psychosociale aanpak die nodig is voor de regio en de verdere economische ontwikkeling, met de regio zelf een intensief gesprek zijn geweest. Nogmaals, niet eens over het eindbedrag, maar ik denk wel verder over de richting. De heer Omtzigt. Voorzitter, het gaat me niet eens om het bedrag. Het gaat mij erom dat in de gebieden die het ergst getroffen zijn, de maatregelen onvoldoende lijken. Dat de grens van 40.000 euro ertoe leidt dat de rechtszaken nog zullen doorgaan. Juist in de gebieden waarvan we zeker weten dat het door aardbevingen veroorzaakt is. Het gaat mij erom dat we nog steeds geen buurt-, wijk- of dorpgerichte aanpak kennen. Of tenminste niet goed genoeg, waardoor die gemeenschappen overeind blijven als gemeenschap. Het gaat mij erom dat ik het gevoel moet hebben dat we weten met 100.000 huizen die schade opgelopen hebben. Dat is ongehoord, kennelijk 6 jaar lang niet gezien in het kabinet, maar 100.000 huizen waarin 200.000, 250.000 mensen wonen. Dat deze aanpak niet duidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus er is geen nationaal coördinator tussen gezet, er is niemand met doorzettingsmacht tussen gezet. We gaan dus, in mijn beleving, weer constant zitten met die groep werkt niet, die rechtszaak werkt niet, dit werkt niet, dat werkt niet. Dank u wel. Is de regering bereid om echt te kijken of dat meer wijk, dorpsgericht kan, daar gaat de meer staat... met die gemeenschap? Ja, excuus, maar daar gaat de staatssecretaris straks... Ja, uiteraard is de bereidheid over naar te kijken. Maar voorzitter, dan even een punt van orde. Ja. Sorry dat ik u interrompeer. Dit debat gaat niet over de staatssecretaris. Dit gaat helemaal niet over de staatssecretaris. Als het over de staatssecretaris ging, hadden we de staatssecretaris wel uitgenodigd. Dit gaat om een van de twee grote drama's die onder 10 jaar Rutte veroorzaakt is. En nu als er een moeilijke vraag komt, is het, daar gaat de staatssecretaris over. Dit is een vraag die ik aan de premier stel, waarvan ik ook van de premier een net antwoord verwacht. En ik heb daar net een poging toe gedaan, voorzitter. En ik geloof niet dat ik nou vandaag wegloop voor de moeilijke vragen. Ik stel de vraag, gaat dit werken? Meneer Omtzigt, laten we nou ook even reageren. Ja, dat denk ik. Daar zijn we van overtuigd. Omdat we met de regio samen heel goed hebben gekeken hoe we dat moeten doen. Waarbij ik geen garantie geef dat ieder van die 50 acties per definitie zal eindigen in een bloemenveld. Er zullen ook dingen onderweg gebeuren waarvan we zeggen dat moeten we toch anders doen. Bijsturen, et cetera. Maar een aantal onderliggende aannames maakten dat gaat om de bredere, ook sociaal-psychologische inbedding. De bredere economische ontwikkeling. Daarbinnen de absolute prioriteiten 1, prioriteit 2 en prioriteit 3 voor versterken en schadeherstel. De investeringen ook in de infrastructuur.
de manier waarop we met de mensen, de bestuurders in de gemeente en in de provincie hebben gesproken, maar ook met heel veel bewoners. In de kern ook een groot stuk onvrede wegnemend waar het betreft de eindeloze juridische procedures en het aantonen van causaliteit. Op al die punten geeft deze reactie met de financiële onderbouwing een richting. Een duidelijke richting die wij als kabinet intensief onderling zullen coördineren en met de mensen in Groningen. En niet hoog over, zo vanuit Den Haag, wij gaan u gelukkig maken. Nee, juist met de mensen, omdat het ook uit de bevolking voortkomt. En ik vond, en daar kan misschien Velbrief nog iets meer over zeggen dadelijk. En ook dat leidt niet onmiddellijk tot alle perfecte oplossingen, maar de kleine kernenaanpak is zo'n voorbeeld hoe je probeert als het gaat om versterken. Dingen te versnellen zodanig dat je dat voor een kern van een dorp in zijn geheel kunt doen in plaats van huis voor huis met risico's dat huizen twee, drie keer of straten twee, drie keer open komen te liggen, et cetera.